We staan hier bij de 14e statie. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Ja, we zeggen het heel vaak, dood en begraven, dat betekent dat het echt helemaal afgelopen is. De enige zekerheid die wij mensen hebben is dat we allemaal zullen sterven. En eigenlijk zou die enige zekerheid ook zijn schaduwen moeten en mogen werpen op heel ons leven. Maar niet in die negatieve en nare betekenis die in die uitdrukking dood en begraven naar voren komt. Want ons sterven is een sterven in hoop. Ons sterven als christen is een sterven in vertrouwen. Ons sterven is een sterven in het geloof, in de verrijzenis en het eeuwig leven. We zien hier op deze statie, die gemaakt is door de bekende kunstenaar Han Bijvoet, die veel in onze kathedraal heeft gewerkt, allereerst natuurlijk de moeder. De moeder van God, de moeder van Jezus, Maria. Zij staat erbij met liefdevolle zorg voor haar dode zoon. En als we die zorg en die liefde zien van Maria, dan mogen we hier op dit moment ook wel heel bijzonder denken aan alle mensen die in de afgelopen tijd iemand hebben moeten missen. Heel in het bijzonder in deze tijd van de pandemie denken we natuurlijk aan alle mensen die getroffen zijn door deze pandemie en die dierbaren hebben moeten afstaan, vaak op een hele moeilijke manier, niet goed hebben afscheid kunnen nemen, zoals Maria dat eigenlijk ook niet kon. We denken aan hen, we denken aan alle overledenen, aan alle dierbaren die ons zijn voorgegaan. Dan staan hier bij dit graf van Jezus ook verschillende mensen. We zien eigenlijk dat het vooral vrouwen zijn, de meeste zijn vrouwen. Zij zijn trouw gebleven. Zij zijn bij Jezus gebleven tot onder het kruis. En de vrouwen zijn in de tijd van Jezus juist degene die niet zo in tel zijn. Zij konden geen officiële posities innemen. Zij konden niet getuigen in het gerecht. Zij hadden een mindere plaats. Maar juist zij zijn trouw gebleven. Zij zijn de echte gelovigen. En dat leert ons om niet te kijken naar positie, naar stand en macht, maar naar het hart. Hoe mensen hun hart aan de Heer hebben gegeven. Daar staat dan natuurlijk ook Johannes, de leerling die Jezus lief had. Een jonge leerling die heel dicht bij het innerlijk van Jezus staat. Hij heeft misschien wel het diepste begrepen wat de boodschap van Jezus is en geeft daar uitdrukking aan in zijn evangelie, dat daardoor ook echt een heel theologisch evangelie is geworden. En dan staan er aan de andere kant Jozef van Arimathea en een soldaat. Jozef van Arimathea is degene die Jezus steunde en die het graf voor hem kocht, en de soldaat zal misschien die hoofdman zijn die bij het sterven van Jezus hem heeft beleden door uit te spreken: hij was waarlijk een zoon van God. Of het kan ook zijn die andere soldaat die Longinus genoemd wordt in de traditie, die de Heer doorstoken zou hebben met zijn speer. En toen er bloed en water vloeide, zo zegt de overlevering, zou hij tot inkeer, tot bekering zijn gekomen en een christen hebben willen worden. Zo gaat ieder mens zijn weg met de Heer. Het uitzicht van ons aardse leven is de dood. Het uitzicht van ons geloof is het eeuwige leven. En als we de Heer hier dood en begraven zien, dan willen we vooral die hoop op de verrijzenis die we op het paasfeest mogen vieren, in ons hart toelaten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig.
Maar we zullen ook nog afsluiten met een gebed. Heere onze God, we danken u voor het leven, het lijden, sterven en het begraven worden van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij heeft in alles ons mens zijn gedeeld. Hij is ons voorgegaan. Geef dat ook al onze dierbaren en ook wij zelf mogen verrijzen en mogen delen in zijn heerlijkheid en u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat vragen we u ook op de voorspraak van Jezus en onze moeder Maria. Door Christus onze Heer. Amen.